Nijntjes liefste knuffel is haar gele beer. Die mag ook altijd bij haar in bed. Als ze op een dag wakker wordt, is hij weg. Hij ligt niet onder de deken waar hij hoort. Dan kijkt ze onder haar bed. En daar ligt hij. Je bent nu al zo'n grote beer, zegt Nijntje. Misschien moet je een eigen bedje hebben waar je niet uit kan vallen. Ik zal Boris vragen of hij een bed voor je wil maken. Kom, we gaan naar hem toe. Nijntje pakt haar beer en samen met Snuffy loopt ze door het bos naar het huis van Boris. Dag Nijntje, dag Snuffy, zegt Boris. Het is fijn om jullie te zien. En ik zie dat jullie nog een vriendje meegenomen hebben. Dit is mijn beer en hij heeft een eigen bed nodig. Vannacht is hij uit mijn bed gevallen, want dat is te groot voor hem. Natuurlijk, zegt Boris. Hij moet ook een eigen bed hebben. Ik ga er een voor hem maken in mijn werkplaats. Boris begint een bedje voor de beer van Nijntje te maken. Nijntje helpt hem door het gereedschap aan te geven. En Snuffy helpt ook door de plankjes aan te geven. Met z'n drieën is het zo gepiept. Het is een mooi bedje, Boris, zegt Nijntje. Dank je wel dat je het voor mijn beer gemaakt hebt. Het is toch wel veel werk geweest en Nijntje is moe. Dan hoort ze... Het is vader Pluis. Barbara heeft hem gebeld en gevraagd of hij Nijntje en Snuffy ophaalt. Kijk, vader, roept Nijntje. Boris heeft een mooi bedje voor mijn beer gemaakt. Dat is knap van Boris, zegt vader Pluis. Heb je hem ervoor bedankt? Ja hoor, zegt Boris. Nijntje heeft me heel lief bedankt. Ik vond het leuk om het bedje te maken. Dan gaan ze naar huis met de auto van vader Pluis. Vader zet voorzichtig het bedje op de achterbank en legt de beer erin. Snuffy springt daarnaast en Nijntje stapt ook in. Ze zwaaien nog even naar Boris en Barbara en rijden dan weg. Nijntje is erg moe na zo'n spannende dag en het harde werken. Ze valt al snel in slaap. Ook al is de weg hobbelig. Als ze een hoek omgaan, rijdt de auto over een grote hobbel en vliegt de beer uit de auto. Nijntje slaapt en vader is druk bezig met sturen. Hij ziet niet eens dat de beer weg is. Wanneer ze thuiskomen, springt Snuffy uit de auto en rent zo snel als ze kan weg. Nijntje kijkt op de achterbank en ziet dat het bedje leeg is. Waar is haar beer? Ze begint te huilen. O, beer is verdwaald in het bos. Ik zal hem nooit meer zien. Nijntjes vader is ook bezorgd. Ik denk dat het erg moeilijk is om je beer terug te vinden in het grote bos. En waar is Snuffy? Zij is ook al weg, zegt Nijntje. Dan horen ze plotseling geblaf. Ze kijken achterom en zien Snuffy aankomen rennen uit het bos. Kijk, Nijntje, roept vader blij. Snuffy heeft je beer gevonden. Nijntje is zo blij, ze aait Snuffy. Jij bent zo'n lief hondje. Wat ben jij toch een goede vriend. Op een mooie zomerdag legt Boris beer stenen in een kring. Hij wil een kampvuur maken en Barbara verrassen met een picknick op de berg. Als hij klaar is met de stenen, gaat hij het bos in om hout te zoeken voor het vuur. Op hetzelfde moment zegt Betje tegen haar nichtje Knorretje: Het is zo'n mooie dag. Zullen we gaan picknicken op de berg? Ja, leuk, zegt Knorretje. Laten we veel wortels meenemen. Intussen hebben moeder en vader Pluis precies hetzelfde idee. Wat een lekker weer, zegt Nijntjes moeder.
We kunnen wel op de berg gaan picknicken. Hoi, hoi, zegt Nijntje. Ik ben dol op picknicken. Zullen we tante Trein ook meevragen? Ja, dat doen we, zegt vader Pluis. En tante Trein bakt altijd van die lekkere taarten en koekjes. En zo zijn alle vrienden van planten gaan picknicken, maar niemand weet het van elkaar. Boris komt terug uit het bos met zijn armen vol met hout. Hij legt het hout midden in de kring van stenen. Voor ik vuur maak, ga ik eerst Barbara halen, denkt hij. Ze zal blij zijn als ik haar verras met een picknick. Als Boris weggaat, komen Betje en Knorretje net aan boven op de berg. Ze zoeken een goede plek om te picknicken. Kijk, zegt Knorretje, dit is een goede plek, want daar liggen al stenen en hout voor een kampvuur. Kunnen we dat gebruiken? Ik weet het niet, Knorretje, zegt Betje. Ik denk dat het van iemand anders is. Maar dan zien ze Nijntje en haar ouders de berg opkomen. Ze dragen een grote picknickmand. Kijk, tante Trein en Snuffy zijn er ook bij. Zij hebben vast deze plek gemaakt voor het kampvuur. O, kijk, zegt moeder Pluis. Betje en Knorretje zijn er ook. En ze hebben alvast een plek voor het vuur gemaakt. Mogen we meedoen? Vraagt Nijntje. Natuurlijk, zegt Betje. Het is tenslotte jullie kampvuur. Nee hoor, zegt vader Pluis. Het is niet van ons. Maar van wie is het dan? Vraagt Betje. Boris is intussen thuisgekomen. 'S Ochtends heeft hij al stiekem allemaal lekkere dingen voor de picknick ingepakt en in zijn werkplaats verstopt. Nu komt hij de picknickmand ophalen. Barbara, ik heb een verrassing voor je. We gaan picknicken. Kom maar mee. Boris en Barbara wandelen de berg op. Ze horen allemaal stemmen. Wat een leuke verrassing, Boris, zegt Barbara. Je hebt al onze vrienden uitgenodigd om op deze mooie dag samen te picknicken. Boris lacht een beetje en zegt: Welkom allemaal op onze picknick. Nu ga ik het vuur aansteken. Aha, zegt vader Pluis. Aha, zegt Betje. Aha, zegt Nijntje. Dus jij had deze plek gemaakt voor het kampvuur, Boris, zegt tante Trein. Wees je voorzichtig als je het vuur aansteekt? Natuurlijk, zegt Boris lachend. Ze gaan met z'n allen rond het kampvuur zitten en genieten van een heerlijke picknick op deze mooie dag. Betje Big loopt langs het huis van Nijntje. Ze trekt een kar waarop een grote kerstboom ligt met een pot. Goedemorgen, Betje, zegt Nijntje. Hoe kom jij aan die mooie boom? Die heb ik van Boris gekregen, Nijntje, zegt Betje. Het is bijna kerst en ik had hem gevraagd of hij een mooie boom voor me had. Wat een goed idee, denkt Nijntje. Wij hebben ook een kerstboom nodig. Nijntje gaat naar binnen. Ze vraagt aan haar moeder. Mag ik naar het bos om met Boris een kerstboom uit te zoeken? Ja, Nijntje. Maar ben je wel op tijd thuis voor het eten? Daar gaat Nijntje. Ze loopt eerst het veld over en dan het bos in. Als ze bij Boris en Barbara aankomt, zijn ze al bezig om hun eigen boom te versieren voor kerstmis. Dag Boris, zegt Nijntje. Alvast een vrolijk kerstfeest voor jou en Barbara. Ik wil je vragen of je een mooie boom hebt voor ons. Ja hoor, zegt Boris. Maar ik mag geen boom omhakken. Ik kan er wel eentje uitgraven en hem in een pot doen. Dan blijft de boom in leven en kan hij het volgend jaar weer gebruikt worden. Ze gaan het bos in en ze zien een heleboel mooie bomen. Nijntje ziet er eentje die heel mooi is. Maar ik denk dat deze te groot is voor ons huis,
Wat vind je van die leuke kleine daar? Nee, die is te klein. Al onze kerstversieringen passen niet in zo'n klein boompje. Dan wijst Boris naar een middelgrote boom. Denk je dat deze goed is? Vraagt hij. Ja, zegt Nijntje. Die is mooi. Wil je die voor me uitgraven, alsjeblieft? Dus graaft Boris de boom uit. En hij let erop dat hij de wortels niet beschadigt. Ik zal hem morgen bij jullie thuis brengen, zegt hij. Nijntje is net op tijd thuis voor het eten en ze vertelt haar moeder over de mooie boom die Boris kon brengen. De volgende avond versieren Nijntje en haar vader en moeder de boom. Hij wordt prachtig met allemaal mooie lichtjes. De volgende dag gaat Nijntje naar school en Snuffy rent met haar mee. Als ze op school aankomen, staat Boris met een hele grote boom voor de school. Dag Nijntje, zegt Boris. Dit is de boom die te groot was voor jullie huis. Maar hij past wel heel goed bij jouw school. De juf en alle kinderen zijn erg blij met zo'n mooie boom voor hun school. Alle kinderen gaan meteen aan de slag om mooie versieringen te maken voor de kerstboom. Het wordt heel erg mooi. Dan klopt Boris op het raam. Ik heb nog een verrassing voor je, Nijntje. Ik heb ook de kleine boom meegebracht. Die lijkt me precies goed voor Snuffy. Wat leuk, zegt Nijntje. Snuffy's eigen speciale kerstboom voor bij haar hondenhok. Alle kinderen zijn blij met de grote boom op school. Met kerstmis zijn Nijntje en haar ouders blij met de middelgrote boom. En Snuffy is erg blij met haar eigen kleine boompje. Het is mooi weer en Nijntje is klaar om naar school te gaan. Maar als ze naar buiten gaat om haar step te pakken, ziet ze alleen een gele step staan. Dat is raar, denkt Nijntje. Mijn step is toch rood? Ze loopt om de step heen, maar ze kan niets vreemds ontdekken, behalve de kleur die anders is. Nijntje raakt voorzichtig het stuur aan. Misschien is haar rode step wel geel geverfd. Maar dat is niet zo. Ze rent terug naar binnen. Moeder, vraagt ze, kan een step in een nacht van kleur veranderen? Volgens mij niet, Nijntje, antwoordt haar moeder. Maar gisteren was mijn step rood en vandaag is hij geel, zegt Nijntje. Daar is vast een goede reden voor, Nijntje, zegt haar moeder. Ga maar gewoon op de gele step naar school. We zullen het later wel uitzoeken. Dus gaat Nijntje op de gele step naar school. Maar ze snapt er niets van. Wat zou er nou gebeurd zijn, denkt ze. De hele dag probeert ze het raadsel van de gele step op te lossen. En ze kan maar moeilijk opletten in de klas. Als de school afgelopen is, komt Nijntje met Nina naar buiten. Ze kijken naar de rij met steppen. Er staat een blauwe step en een groene step. Ze zien een bruine step en zelfs twee gele steppen. Maar er staat geen rode step. Oh, zegt Nijntje, ik moet het raadsel nog steeds oplossen. Nina is ook verbaasd. Ik dacht dat jij een rode step had, Nijntje, zegt ze. Dat dacht ik ook, zegt Nijntje. Maar vanochtend was mijn rode step in een gele step veranderd. Het lijkt wel tovenarij. Ga je met me mee naar huis, Nina? Misschien kun jij me helpen het raadsel op te lossen. Nina stapt op haar blauwe step en met z'n tweeën steppen ze naar Nijntjes huis. En wat zien ze daar?
De rode step. Nijntje snapt het niet meer. Heb ik nu twee steppen? Vraagt ze zich af. Op dat moment komt vader Pluis naar buiten. Hallo meisjes, fijn dat jullie meteen naar huis zijn gekomen. Want de gele step moet terug naar Knorretje. Naar Knorretje? Zegt Nijntje. Ja, jouw step had nieuwe wielen nodig, Nijntje. Ik heb hem naar opa gebracht en die heeft hem vanmorgen gemaakt. Oh, zegt Nijntje. Dit is dus de step van Knorretje. Inderdaad, ik heb aan Betje gevraagd of jij vanochtend de step van Knorretje mocht lenen. En nu ga ik de gele step weer terugbrengen. Eindelijk is het raadsel opgelost, zegt Nijntje. Mogen we mee om de gele step terug te brengen? Dan nemen we als dank wat wortels mee. Dat is een goed idee, zegt vader. Nijntje en Nina verzamelen een mand vol wortels. En terwijl ze daarmee bezig zijn, zegt Nijntje tegen Nina. Soms zijn er in de natuur ook raadsels. Kijk maar, deze groene blaadjes zijn eigenlijk oranje worteltjes. Ze moeten allemaal lachen. En vrolijk gaan ze op weg naar bedje. Op een dag zegt de juf: vandaag ga ik jullie iets bijzonders laten zien. Laten we de gordijnen dicht doen en het licht uit. Als het helemaal donker is, doet de juf een klein lampje aan en schijnt daarmee op de muur. Dan houdt ze een stukje papier in de vorm van een konijntje omhoog. Kijk, zegt de juf. Als ik deze vorm voor het licht hou, zie je de schaduw ervan op de muur. En ja hoor. Op de muur is een grote schaduw in de vorm van een konijntje. Zien jullie dat? Zegt de juf. Als er iets of iemand voor het licht staat, zie je een schaduw. Jullie kunnen het zelf ook buiten in de zon proberen. Als Nijntje en haar vriendinnen naar huis lopen, wordt het al donker. De zon is al aan het zakken. En er zijn lange schaduwen van de bomen op de grond te zien. We moeten over de schaduw springen en mogen alleen in de zon lopen, zegt Nijntje. Dat is leuk. De meisjes giechelen en lachen terwijl ze springen en proberen niet op de schaduw te lopen. Nijntje moet nog steeds lachen als ze haar vriendinnen gedag zwaait. 'S Avonds aan tafel vertelt ze vader en moeder alles wat ze die dag geleerd heeft over licht en schaduw. Maar nu is de zon onder en is het tijd voor Nijntje om te gaan slapen. Nadat ze haar vader en moeder een kus heeft gegeven, gaat Nijntje naar haar kamer en trekt ze haar pyjama aan. Ze loopt naar het bed en doet het licht uit. Maar dan ziet ze iets bewegen op de muur. Ze doet gauw het licht weer aan, maar er is niets te zien. Maar als ze het licht weer uitdoet, ziet ze het weer. Wat is dat toch? Denkt Nijntje. Ze is wel een beetje bang. Ze loopt naar de deur en roept haar ouders. Moeder, vader, er is iemand in mijn kamer. Nijntjes vader en moeder komen meteen, maar ze zien niemand in Nijntjes kamer. Maar er is echt iets, zegt Nijntje. Kijk maar, als ik het licht uitdoe, zie ik iemand op mijn muur bewegen? Ja hoor. Op de muur is een grote schaduw met lange oren. Vader Pluis lacht. En moeder Pluis lacht ook.
Dat is je eigen schaduw, Nijntje, zegt haar vader. Hoe kan het nu mijn eigen schaduw zijn, zegt Nijntje. Er is geen zon en het licht is uit. Kijk eens uit het raam, Nijntje, zegt haar moeder. Inderdaad, het is nacht en er is geen zon. Maar Nijntje ziet wel een grote gele maan die veel licht geeft. De maan kan ook schaduwen maken, Nijntje, zegt vader Pluis. Dat was je eigen schaduw die je zag bewegen door het licht van de maan. Nijntje snapt het en ze is niet meer bang voor de schaduw op de muur. Op een heldere, koude dag in de winter zijn Nijntje en Knorretje in de tuin met een bal aan het overgooien. Ze gooien hem heen en weer. Snuffy rent en springt om ze heen en probeert de bal te pakken te krijgen. Dan, als Nijntje de bal gooit, vangt Snuffy hem op in haar bek. Knorretje en Nijntje moeten allebei lachen. Maar als ze weer verder willen spelen met de bal, luistert Snuffy niet naar Nijntje. Snuffy, geef de bal terug, zegt Nijntje. Maar Snuffy rent weg met de bal. Moeder Pluis komt naar buiten en zegt: is het niet veel te koud om buiten te spelen? Zelfs het water in deze bloempot is bevroren. Ik heb warme chocolademelk voor jullie gemaakt. Komen jullie binnen? Nijntje en Knorretje gaan naar binnen. En ze drinken warme chocolademelk. Snuffy blijft buiten met de bal spelen. Later, als Nijntje en Knorretje in Nijntjes kamer gaan spelen, horen ze Snuffy buiten blaffen. En als ze naar buiten kijken, zien ze dat Snuffy sneeuw op haar kop heeft en dat er overal sneeuw ligt. Het heeft heel hard gesneeuwd terwijl ze binnen waren en nu is buiten de hele wereld wit geworden. Opgewonden rennen ze naar moeder Pluis. Moeder, moeder, zegt Nijntje, mogen we naar het meer gaan? Het is daar vast heel erg mooi met sneeuw op het gras. En misschien is het meer wel bevroren. Ja, en dan nemen we de bal ook mee, zegt Knorretje, zodat Snuffy ermee kan spelen. Vader Pluis komt net thuis en hoort wat de vriendinnen zeggen. Mijn auto staat voor de deur, dus ik ga met jullie mee naar het meer. Dan kan ik gelijk het ijs testen en kijken of het dik genoeg is. Nijntje en Knorretje en Snuffy springen in de auto en al snel zijn ze bij de rand van het meer. Kijk, zegt Nijntje, het meer is bevroren. We hadden onze schaatsen mee moeten nemen. Ik denk dat het nog te vroeg is om te schaatsen, zegt vader Pluis. En ik weet zeker dat jullie nu ook fijn kunnen spelen met de bal in de sneeuw. Vader Pluis test het ijs. Als het weer koud genoeg blijft, zal ik over een paar dagen het ijs nog een keer testen om te zien of het dan wel dik genoeg is om op te schaatsen. Dat is fijn, zegt Knorretje. Laten we met de bal gooien, dan kan Snuffy erachteraan rennen. En dat werd het nieuwe spel. Nijntje en Knorretje gooien om de beurt de bal in de sneeuw. En Snuffy heeft veel plezier terwijl ze over de sneeuw schuift en glijdt om de bal te pakken. Ze hebben allemaal reuze veel plezier. Maar dan, als Nijntje de bal weer gooit, rolt de bal te ver weg en helemaal midden op het meer. Oh nee, zegt Nijntje. Nu ligt de bal op het ijs. Maar het ijs is nog niet dik genoeg om erop te staan. Maar Snuffy rent al achter de bal aan. Nee, Snuffy, het ijs is nog niet sterk genoeg, roept Nijntje. Gelukkig, deze keer luistert Snuffy wel. Ze draait zich om en rent terug. Dat was heel goed van je, Snuffy, zegt Nijntje. Over een paar dagen gaan we wel terug om de bal te halen.
Op een dag speelt Nijntje met haar vriendin het doktertje. Aagje doet alsof ze ziek is en ligt in Nijntjes bed met een thermometer onder haar arm. Nijntje is de zuster. Ze pakt de thermometer en schrikt. Dokter, dokter, roept Nijntje. U moet snel naar Aagje komen kijken. Daar komt dokter Nina binnen. Ze pakt Aagjes hand. Oh, dit zou wel eens erg kunnen zijn. We moeten Aagje een pilletje geven. Oh nee, zegt Nijntje. We hebben geen pilletjes, dokter. Nina gaat naar de keuken en vraagt. Mevrouw Pluis, heeft u misschien een pilletje voor Aagje? Nijntjes moeder moet lachen. Ze wil het spel niet bederven, want ze weet hoe leuk de vriendinnen het vinden om doktertje te spelen. Dus antwoordt ze. Ik heb een heel goed medicijn. Ik weet zeker dat Aagje daar heel snel weer beter van wordt. En ze geeft dokter Nina een schaal met snoepjes. Nina geeft een van de snoepjes aan Aagje. Dan geeft ze er een aan zuster Nijntje. En natuurlijk neemt ze er zelf ook een. We moeten wel zeker weten dat het goede pilletjes zijn, zegt ze. Aagje is zo ziek dat ze een heleboel van deze pillen nodig heeft, roept ze. Op dat moment komt vader Pluis thuis van zijn werk. Wat hoor ik daar, zegt hij. Is Aagje ziek? Wat vervelend. Maak je geen zorgen, fluistert moeder Pluis. De meisjes spelen doktertje. Vader Pluis heeft ook wel zin om mee te spelen. Nou, zegt hij, ik ben blij dat er een dokter in huis is. Ik voel me helemaal niet lekker. Dokter, dokter, roept moeder Pluis. Hier heb ik nog een zieke. Dokter Nina komt binnen en voelt aan vader zijn pols. Zegt ze. Dan roept ze Nijntje. Zuster Nijntje, kunt u mijn dokterstas even brengen? Hier is hij, dokter Nina, zegt Nijntje. Nina pakt de stethoscoop en zet deze op de borst van vader Pluis. Ze luistert goed. Zegt ze nog een keer. Wat is er aan de hand, meneer Pluis? Nou, zegt vader Pluis, ik voel me niet zo lekker en mijn oor doet pijn. En hij krabt aan zijn oor. Juist, zegt Nina. We zullen er meteen iets aan doen. Ze pakt een verband en vraagt zuster Nijntje om op een stoel te gaan staan. Dan geeft ze het verband aan Nijntje, die het voorzichtig om vaders oor doet. Als ze daarmee klaar is, moeten ze allemaal lachen omdat vader Pluis er nu zo vreemd uitziet. Vader Pluis is erg trots op zijn prachtige verband. Volgens mij heb ik voor iedereen het beste medicijn, zegt moeder Pluis. Een lekker ijsje. Moeder Pluis loopt naar de keuken en komt terug met een blad met 5 bakjes ijs. Als iedereen zit te smullen, zegt vader Pluis. Dit is het beste ziekenhuis van de hele wereld. En iedereen voelt zich weer helemaal goed. Op een dag wordt Nijntje wakker en als ze uit het raam kijkt, ziet ze dat het gesneeuwd heeft. Ze wil meteen naar buiten om te spelen. Eerst moet je warme kleren aantrekken, Nijntje, zegt moeder Pluis. Nijntje doet haar wollen jas aan, haar sjaal om en rent naar buiten. Ik denk dat ik een sneeuwkonijn ga maken, zegt Nijntje. En ze begint een bal te rollen van sneeuw. Op dat moment komen Boris en Barbara Beer aangeschiet. Goedemorgen, Nijntje, zegt Barbara. Boris en ik waren aan het skiën,
en we dachten dat jij misschien ook wel mee wilde. Ja, dat is leuk, zegt Nijntje. Ik heb een paar skis met kerstmis gekregen, maar ik kan nog niet skiën. Maak je geen zorgen, zegt Boris. We zullen het je leren. Nijntje is erg blij. Ze rent naar binnen om haar skis te halen. Boris houdt haar vast terwijl ze aandoet. Zo lijk je al een echte skier, zegt Barbara. Laten we gemakkelijk beginnen op een vlak stuk. Oh, kijk, roept Nijntje blij. Ik kan het! Maar dan valt ze. Maak je geen zorgen, Nijntje, zegt Barbara. Wij skiën al heel lang en wij vallen ook nog wel eens. Nijntje staat weer op. Al snel is ze lekker aan het skiën. Het is leuk, zegt Nijntje. Laten we de heuvel op skiën naar het huis van tante Trijn. Dan kunnen we op de terugweg lekker naar beneden skiën. Ze gaan op weg. Heuvel op. Maar Nijntje glijdt steeds naar beneden. Boris laat haar zien hoe je je skis neerzet als je naar boven wil komen. Ik denk dat ik dat wel kan, zegt Nijntje. Ze probeert het en kijk, het lukt. Maar het is wel zwaar. En als ze bij het huis van tante Trijn aankomen, zijn ze buiten adem. Tante Trijn hoort de geluiden in de sneeuw en het hijgen en puffen. Ze komt naar buiten om gedag te zeggen. Dag, skiers, zegt ze. Ik denk dat jullie allemaal wel een lekkere kop warme chocolademelk lusten. Boris, Barbara en Nijntje doen hun skis uit en gaan met tante Trijn naar binnen. Dankjewel, tante Trijn, zegt Nijntje. Nu zijn we klaar voor het leukste deel. Naar beneden skiën. Ze zeggen tante Trijn gedag en doen hun skis weer aan. Als je naar beneden skiet, moet je wel voorzichtig zijn, Nijntje. Je moet op tijd remmen, want anders ga je te snel, zegt Boris. Maar Nijntje kan niet wachten en gaat er meteen vandoor. Sneller en sneller gaat ze naar beneden. Het is leuk, maar ook een beetje eng. Ze weet niet meer precies hoe ze moet remmen. En als ze bij een klein heuveltje komt, vliegt ze zo de lucht in. Gelukkig valt ze in een berg sneeuw. Boris en Barbara skiën naar haar toe. Vanmorgen wilde ik een sneeuwkonijn maken, zegt Nijntje. Maar nu ben ik zelf een sneeuwkonijn. Nijntjes vader is erg trots op zijn auto. Hij vindt het leuk om hem helemaal te poetsen en dan in de schone auto erop uit te gaan. Het is vandaag mooi weer, zegt hij tegen moeder Pluis en Nijntje. Dus kunnen we een ritje maken zonder dat mijn auto vies wordt. Waar zullen we naartoe gaan, vader? Vraagt Nijntje. We kunnen bij tante Trijn op bezoek gaan, zegt vader. Misschien wil ze ook wel met ons mee, zegt moeder. Oh ja, het is leuk als tante Trijn ook meegaat, zegt Nijntje. Daar gaan ze dan. Bij het huis van tante Trijn stappen Nijntje en vader Pluis uit. Er hangt een briefje op de deur. Vader Pluis leest hardop. Ik ben op bezoek bij Boris en Barbara Beer. Later terug. Zullen we ook naar Boris en Barbara gaan? Vraagt Nijntje. Dus rijden ze het bos in waar Boris en Barbara wonen. Er liggen allemaal blaadjes op de weg. Als ze er overheen rijden, waaien ze op en komen ze op de schone auto van vader Pluis terecht. Ach, zegt vader Pluis als ze verder rijden. Het zijn maar een paar blaadjes. Ik kan ze er makkelijk weer afvegen. Vlak bij het huis van Boris en Barbara moeten ze een bocht doen. Vader Pluis ziet niet dat er takken met doornen op de weg liggen.
een van de banden. Oh nee, zegt moeder Pluis. We hebben een lekke band. Wie legt er nou ook die takken midden op de weg? Zegt vader Pluis. Ik zag ze te laat en ik had geen tijd meer om te stoppen. Op dat moment komt Boris naar ze toegerend met een bezem in zijn hand. Dag, roept hij. Ik hoorde lawaai en ik vroeg me af wat er aan de hand was. Ik ben blij dat er niets met jullie is gebeurd. Ik was bezig om alle dode takken met doornen op te ruimen. Maar ik zie dat ik te laat ben. Ach, nou ja, zegt vader Pluis. We hebben gelukkig nog een reserveband bij ons. Dus het is niet zo heel erg. Ik zal wel helpen om de band te verwisselen. Het is toch nog veel werk. En vies. Vaders pak zit nu vol vlekken. Als de nieuwe band erop zit, komt Tante Trein voorbij. Dag, zegt Tante Trein. Wat doen jullie hier? We waren op weg naar jou en Barbara, zegt Nijntje. Jammer, zegt Tante Trein. Maar ik ben alweer op weg naar huis. Het is ver lopen en het wordt al bijna donker. We zijn laat omdat we een lekke band hadden. Maar nu hebben we hem gemaakt, dus we kunnen je wel thuis brengen, zegt vader Pluis. Oh, dankjewel, zegt Tante Trein. Dat is erg aardig. En ze gaan op weg met een nieuwe band en Tante Trein. Het begint te regenen en er spat modder op de auto. Als ze Tante Trein hebben afgezet en ze weer thuiskomen, is de auto helemaal vies geworden. Het is maar goed dat je vanmorgen de auto zo mooi hebt schoongemaakt, zegt Nijntje tegen haar vader. En allemaal moeten ze lachen. Het is herfst en de blaadjes vallen van de bomen. Op een dag kijkt moeder Pluis naar buiten en ze vraagt aan Nijntje. Wil je me helpen met de blaadjes op te ruimen? We kunnen ze niet de hele winter op het gras laten liggen. Ja, hoor, moeder, zegt Nijntje. Ik vind het leuk om de blaadjes weg te harken. Ze pakken allebei een hark en beginnen de blaadjes weg te harken. Al snel liggen alle blaadjes op een grote hoop. We hebben hard gewerkt, Nijntje, zegt moeder Pluis. Ga je mee naar binnen? Dan maak ik een beker warme chocolademelk voor ons. Als Nijntje en haar moeder binnen zitten, komt Snuffy de tuin in. Ze ziet de grote berg met blaadjes en ze denkt dat die voor haar is om in te spelen. Al snel ligt de hele tuin weer vol met blaadjes. Hey Snuffy, roept Nijntje terwijl ze naar buiten rent. Ik weet wel dat je aan het spelen bent, maar we hadden het juist opgeruimd. Maar Snuffy begrijpt Nijntje helemaal niet. Ze kwispelt met haar staartje en blaft een paar keer vrolijk. Dan komt moeder Pluis naar buiten. Ze zegt, Snuffy, als je stil blijft zitten terwijl Nijntje en ik de blaadjes nog een keer opruimen, dan krijg je een lekkere kluif. Nijntje en haar moeder harken nog een keer alle blaadjes bij elkaar. Op een grote hoop. Zo'n tweede keer is het nog zwaarder om te doen. Snuffy, zegt Nijntje. Je bent een braaf hondje geweest en je bent niet in de blaadjes gesprongen. Dus verdien jij een lekkere kluif en wij een groot glas limonade. En ze gaan allemaal naar binnen. Later die dag is Nijntje erg verbaasd als ze ziet dat de tuin weer vol blaadjes ligt. Oh nee, denkt ze.
nu moet ik die blaadjes voor de derde keer opruimen. Maar dan ziet ze dat de berg met bladeren in de hoek van de tuin er nog steeds ligt. Waar komen die nieuwe blaadjes vandaan? Vraagt ze aan haar moeder. Het waait een beetje, zegt moeder. En er zaten nog steeds blaadjes aan de bomen. Die zijn nu ook gevallen. Als we deze keer opruimen, dan zijn we echt klaar. Maar Nijntje is te moe om nog een keer blaadjes te harken. Ze gaat naar bed en ze droomt die nachten over miljoenen blaadjes die door de lucht vliegen. Als ze de volgende dag wakker wordt, is ze erg verbaasd als ze ziet dat de hele tuin schoon is. Alle blaadjes zijn verdwenen. Moeder, roept Nijntje opgewonden. Alle blaadjes zijn weg. Wat is er gebeurd? Het waaide heel erg vannacht, Nijntje, zegt haar moeder. Heb je het niet gehoord? Ik heb wel over de wind en blaadjes gedroomd, zegt Nijntje. Maar ik wist niet dat mijn droom echt was. Het was wel echt, zegt haar moeder. En deze keer heeft de wind ons geholpen. Hij heeft alle blaadjes weggeblazen. En omdat alle blaadjes nu zijn gevallen, hoeven we de hele herfst niet meer te harken. En dat vindt Nijntje wel heel erg fijn. Nijntje neemt een grote hap van een koekje. Dat maakt een lekker knapperig geluid. Ineens hoort ze gekrap aan de deur. Als ze de deur opendoet, staat Snuffy op de stoep. Blaft Snuffy vrolijk en ze kwispelt met haar staart. Jij hoorde zeker mijn knapperige koekje, zegt Nijntje. Wil jij er ook een? Ze geeft Snuffy een koekje en Snuffy eet het meteen op. Plotseling staat Snuffy heel stil en spitst ze haar oren. Hoor je iets? Vraagt Nijntje. Snuffy rent naar de deur en begint te krabben. Als Nijntje de deur opendoet, ziet ze vader die thuis komt met de auto. Je had vaders auto al van ver horen aankomen, Snuffy, zegt Nijntje. Jij kunt echt goed horen. Na het middageten wordt Snuffy weer onrustig. Ze wil naar buiten toe. Nijntje vraagt aan haar moeder of ze met Snuffy mee mag. Ja, maar maak het niet te laat, zegt Nijntjes moeder. Nijntje loopt met Snuffy mee. Ze wil graag weten wat Snuffy nog meer hoort. Plotseling stopt Snuffy en spitst ze haar oortjes. Wat hoor je nu? Vraagt Nijntje. Snuffy blaft alsof ze zegt: luister. Nijntje luistert en hoort een vogel chirpen. Maar ze ziet de vogel niet. Zie je de vogel al, Snuffy? Vraagt Nijntje. Daar is hij. Een mooie vogel vliegt door de lucht. En weer gaan Snuffy's oren omhoog. Het lijkt wel alsof ze altijd iets hoort. Dat is vast een heel bijzonder geluid. Want Snuffy wordt erg opgewonden. Maar Nijntje hoort niets. Snuffy begint door het bos te rennen. Misschien hoort ze een kikker, denkt Nijntje. Of een eendje in de vijver. Snuffy rent verder en verder. Af en toe stopt ze even om te luisteren. Het is vast iets heel bijzonders, denkt Nijntje. Ze moet hard rennen om Snuffy bij te houden. Snuffy wordt steeds onrustiger. Wat zou ze nou toch horen? Denkt Nijntje. Zij hoort nog steeds helemaal niets. Het is juist heel erg stil midden in het bos. En Snuffy rent maar verder. Eindelijk hoort Nijntje ook iets. Volgens mij is dat Boris Beer die hout zaagt, denkt ze. Nee, dat is het toch niet. Dit geluid is veel harder.
Plotseling komen ze bij een open plek in het bos. En zien ze waar het geluid vandaan komt. Het is Boris. Hij zit tegen een boom te slapen en snurkt. Snuffy begint te blaffen en Boris wordt wakker. Oh, gaapte Boris. Dag Nijntje, dag Snuffy. Ik heb de hele ochtend in het bos gewerkt en ik ben zeker in slaap gevallen. Nijntje vindt het erg grappig. Snuffy kon je bijna vanaf ons huis horen snurken, zegt Nijntje. Dus of jij snurkt heel erg hard, of Snuffy kan heel goed horen. Op een dag rent Nijntje naar school en Snuffy rent met haar mee, omdat ze de lekkere worst in Nijntjes broodtrommel ruikt. Nijntje heeft haast vandaag, want ze wil een cadeautje maken voor Moederdag. In de klas liggen vellen gekleurd papier en lapjes stof. Nijntje gaat een mooi doosje maken voor haar moeders ketting. Het is veel werk. Ze knipt stukjes blauw karton. Ze smeert er lijm op. En dan vouwt ze het zo dat het een mooi doosje wordt. Dan pakt ze een stuk rood papier en knipt er een hartje uit. En die plakt ze bovenop het doosje. Op weg naar huis stopt ze even om het blauwe doosje in haar broodtrommel te stoppen. Zodat haar moeder hem niet ziet. Want ze wil dat het een verrassing is. Ik verstop dit cadeau onder mijn bed, denkt ze. En dan maak ik een speurtocht met tekeningen op blaadjes papier. Als Nijntje het blauwe doosje uit haar broodtrommel haalt, merkt ze dat hij een beetje naar de worst ruikt die ze 's middags op brood had. Snuffy ruikt het ook en komt kijken wat Nijntje aan het doen is. Sssst, fluistert Nijntje. Dit is een verrassing voor mijn moeder. Dan pakt Nijntje haar schetsblok en maakt ze op elk blaadje een tekening. Eerst tekent ze een schaal. En ze legt deze tekening op haar moeders lievelingsstoel. Dan tekent ze haar speelgoedmand. En ze legt deze tekening in de schaal. Als laatste maakt ze een tekening van haar bed. Deze tekening stopt ze in haar speelgoedmand. Een echte speurtocht voor moeder, zegt Nijntje. Zo is het spannend om het cadeau te vinden. De volgende ochtend zegt Nijntje. Lieve moeder, vandaag is het jouw dag, want het is Moederdag. Wil je in je lievelingsstoel zitten? Als moeder de tekening van de schaal op haar stoel ziet, moet ze lachen. Ik weet het, zegt ze. Je hebt een speurtocht voor me gemaakt. Nu moet ik in de schaal kijken. Als ze naar de schaal loopt, ziet ze de tekening van de speelgoedmand. Ze loopt er naartoe. En daar vindt ze de tekening van Nijntjes bed. Dus kijkt ze onder Nijntjes bed. Nijntje vindt het spannend en ze is benieuwd hoe haar moeder het mooie blauwe doosje vindt. Maar er ligt niets onder Nijntjes bed. Niet eens een tekening. Waar moet ik nu kijken? Vraagt Nijntjes moeder. Op dat moment komt Snuffy binnen. Ze kwispelt met haar staartje en blaft vrolijk. Wat heb je met het cadeautje gedaan, Snuffy? Vraagt Nijntje. Snuffy rent naar het hondenhok in de tuin. Moeder kijkt in het hondenhok. En daar is het doosje. Wat een mooi cadeau, roept moeder blij. Wat heb je dat knap gemaakt, Nijntje. En wat slim ook om het in Snuffy's hondenhok te verstoppen. Daar zou ik nooit hebben gezocht. Nijntje moet lachen. Het is een hele speciale moederdag geworden.
een dag waait het heel hard. Bij Boris en Barbara thuis staat er nog een raam open. Als Boris thuiskomt van het werk in het bos, schrikt hij als hij allemaal blaadjes ziet. Barbara, Barbara, roept Boris. Je bent vergeten het raam dicht te doen en nu ligt het huis vol met blaadjes. Maar Barbara is niet thuis. Waar zou ze zijn? Gelukkig, daar is Barbara al met een mand vol boodschappen. Dag Boris, zegt ze. Ik was naar de markt om boodschappen te doen. Maar je bent vergeten om het raam dicht te doen. Moet je nou eens zien. De wind heeft al deze blaadjes ons huis ingeblazen. Zoiets belangrijks mag je niet vergeten. Het spijt me, Boris, zegt Barbara. Ik zal alle blaadjes weer naar buiten vegen. Maar je hoeft niet zo boos te worden. Jij vergeet ook wel eens iets. Ik vergeet nooit iets belangrijks, zegt Boris. Hij is nog steeds een beetje boos op Barbara. Ik ga naar Nijntje toe, zegt hij. Want ik heb haar beloofd om een schuurtje te bouwen. Hij pakt zijn gereedschap en de planken en hij legt alles in zijn karretje. Kijk, zegt hij. Ik neem alles wat ik nodig heb mee en ik vergeet niets. Zegt Barbara. En ze gaat door met het vegen van de blaadjes, terwijl Boris met zijn karretje het bos in loopt. Als hij bij Nijntje aankomt, begint hij met het bouwen van een schuurtje. Het wordt precies groot genoeg voor Nijntje's step. Wat een mooi schuurtje, zegt Nijntje. Dank je wel, Boris. En Boris is trots dat hij zo'n mooi schuurtje heeft gemaakt. Thuis is Barbara eindelijk klaar met het wegvegen van de blaadjes. En ze is moe geworden van het werk. Ze zet de bezem terug in de werkplaats van Boris, op de goede plek. En wat denk je dat er op de werkbank van Boris ligt? Een slot en een sleutel. Op dat moment doet Nijntje de deur van haar nieuwe schuurtje dicht. Maar hij gaat weer open. De deur blijft niet dicht zitten, Boris, zegt Nijntje. Heb jij geen slot op gedaan? Oh, vergeten, zegt Boris. Net op dat moment komt Barbara aangelopen. En ze heeft iets in haar hand. Het is een slot. Ben jij misschien iets vergeten, Boris? Vraagt Barbara. Ik dacht dat jij nooit iets belangrijks vergat. Boris schaamt zich wel een beetje. Maar Nijntje zegt... Oh, ik ben ook iets belangrijks vergeten. Van moeder moest ik voor jullie lekkere warme chocolademelk maken... als dank voor de nieuwe schuur. En ze moeten allemaal lachen. Op een dag is Nijntje erg vrolijk. Want na school gaat ze met haar dansgroep bij Tante Trein een nieuwe dans leren. Als de school uit is, verzamelen ze buiten in de speeltuin. Daar is Willemijn. Zij kan prachtig op één been dansen. En daar is Nina. Zij kan heel goed rondjes draaien. Maar waar is Knorretje? Vraagt Nijntje. Zij springt het hoogst van ons allemaal. Daar komt Knorretje aan. Maar ze springt niet. Ze hinkt een beetje. Dag Knorretje. Wat is er gebeurd? Waarom hink je zo? Zegt Nijntje. Een ongelukje in de speeltuin.
zegt Knorretje. Ik viel van de glijbaan en toen heb ik mijn enkel verzwikt. Op dat moment komt Nijntjes moeder voorbij rijden. Maak je geen zorgen, Knorretje, zegt Nijntje. Je hoeft niet te lopen. Mijn moeder kan je met de auto naar Tante Trein brengen. En die weet wel hoe we je enkel beter kunnen maken. Ja, zegt Nijntjes moeder. Stap maar gauw in, Knorretje. En weg zijn ze met de auto. Nijntje, Nina en Willemijn gaan lopen. Ze nemen de korte weg, dwars door de velden. En zo komen ze allemaal tegelijk aan bij het huis van Tante Trein, bovenop de heuvel. Ik vroeg me al af waar jullie bleven, zegt Tante Trein. Als ze hoort dat Knorretje pijn aan haar enkel heeft, weet ze precies wat ze moet doen. We doen een natte doek om je enkel, Knorretje. Dan wordt je enkel niet zo dik, zegt Tante Trein. En dan ga je in een stoel zitten met je been op het kussen. Arme Knorretje, haar enkel doet nu geen pijn. Maar ze is wel verdrietig omdat ze niet mee kan dansen. Nijntje, Willemijn en Nina oefenen hun deel van de dans. Maar ze vinden het jammer dat Knorretje niet mee kan doen. Niet zo treuren, zegt Tante Trein. Ik heb een speciaal zalfje op Knorretjes enkel gedaan. En met een beetje geluk kan ze volgende week toch meedoen aan de uitvoering. Het is de avond van de voorstelling. En iedereen is benieuwd of Knorretje haar sprongen wel kan maken. Het gordijn gaat open en de muziek begint. Eerst komt Willemijn op. Kijk, ze danst op één been. Dan komt Nina. Wat een mooie rondjes. En Nijntje danst als een prachtige zwaan. Nu is het de beurt van Knorretje. Willemijn houdt haar adem in. Nina doet haar ogen dicht. En Nijntje doet een wens. Daar komt Knorretje en ze maakt 3 grote sprongen over het podium. Iedereen juicht. En Knorretje zegt blij, het deed helemaal geen pijn dankzij Tante Trein. Moeder Pluis heeft verse koekjes gebakken. En Nijntje brengt er een paar naar Boris en Barbara Beer. Als ze door het bos loopt, ziet ze een vogel in een boom zitten. Onderaan de boom ziet ze 1, 2, een heleboel paddenstoelen. En kijk, ze ziet een heleboel wolken in de lucht. En ze telt 1, 2, 3. Ineens ziet ze mooie vlinders. 1, 2, 3, 4. Wat kan Nijntje nog meer tellen? Dan weet ze weer dat er na het houten bankje nog maar een paar bomen staan voordat ze bij het huis van Boris en Barbara is. Daar is het bankje al. En ze begint te tellen. 1 boom... 2 bomen, 3 bomen, 4 bomen, 5 bomen. En ja hoor, daar is het huis. Dag Nijntje, zegt Boris. Wat leuk dat je op visite komt. Maar kijk eens naar de lucht. Allemaal donkere wolken. En voel je hoe hard het waait? Ik denk dat we storm krijgen en dat ik je beter meteen naar huis kan brengen. Maar ik heb lekkere koekjes voor jou en Barbara meegenomen, zegt Nijntje.
Kom dan morgen terug, Nijntje. Dan drinken we samen thee en eten we de koekjes op. Boris brengt Nijntje terug naar huis. Al snel begint de wind nog harder te blazen. Nijntje is blij dat ze weer veilig thuis zit. Ze hoort de hele nacht de wind rondom het huis waaien. Maar de volgende dag is er geen wind. En als Nijntje uit het raam kijkt, ziet ze overal blaadjes en takjes op de grond liggen. 'S middags vraagt Nijntje aan haar moeder of ze weer bij Boris en Barbara op visite mag. Natuurlijk, zegt moeder Pluis. En Nijntje gaat op weg. Ze ziet dat er in het bos ook overal blaadjes en takjes van de bomen zijn geblazen door de wind. Als ze bij het bankje komt, begint ze te tellen. 1 boom, 2 bomen, 3 bomen, 4. Maar er staan maar 4 bomen. De laatste boom is omgewaaid door de storm. Nijntje schrikt ervan. Boris, Boris, roept ze. Boris komt aangerend. Kijk eens wat er is gebeurd. Maar Boris is niet zo verbaasd als Nijntje. Ja, de storm blaast wel eens een boom om, Nijntje, zegt hij. Maar kom eens mee. Ze lopen naar de tuin achter het huis. Kijk. Elk jaar plant ik hier een paar nieuwe boompjes. Ik laat ze groeien en als ze groot genoeg zijn, zet ik ze in het bos. Mag ik je helpen om een nieuwe boom te planten? Vraagt Nijntje. Natuurlijk, zegt Boris. Laten we het meteen doen. Nu staan er weer 5 bomen, zegt Nijntje blij. En dan kunnen ze eindelijk thee drinken en de koekjes opeten. Op een dag rent Nijntje van school naar huis. Maar Snuffy rent haar voorbij en is als eerste bij de deur. Jij kan veel harder rennen dan ik, Snuffy, zegt Nijntje. Ik kan beter maar geen wedstrijdje met jou doen. En ineens krijgt Nijntje een idee. Ik ga een wedstrijd houden met al mijn vriendjes. Wie het hardste loopt, die wint. En jullie kunnen dan komen kijken. Eerst belt Nijntje met haar vriend Boris Bier. Boris, zegt ze. Ik wil een hardloopwedstrijd houden en nu heb ik vlaggen nodig om de richting aan te geven. Boris zegt, nou, ik kan niet zo goed hardlopen, maar ik maak graag de vlaggen voor je. Dan belt Nijntje haar andere vriendjes om ze over de wedstrijd te vertellen. Als de grote dag aanbreekt, heeft Boris alle vlaggen klaar. Hij zet iedere vlag in de grond om de richting aan te wijzen. Een blauwe vlag. Een gele vlag, een rode vlag, een groene vlag en de laatste, een witte vlag. Alle hardlopers staan aan de start. Nijntje, Aagje, Nina, Knorretje en Boris. Barbara houdt de startvlag omhoog en ze roept, klaar voor de start, af! Ze zwaait met de vlag. Daar gaan ze. Ze rennen zo hard als ze kunnen. Wie gaat er winnen? Eerst komen ze langs de blauwe vlag. Aagje rent voorop. Boris probeert ook heel hard te rennen, maar hij is het niet gewend. En al snel loopt hij helemaal achteraan. Nu komen ze langs de gele vlag en ligt Knorretje voorop. Daar is de rode vlag al. Nu is het Nina die vooraan loopt. Maar het is Nijntje die als eerste bij de groene vlag aankomt. Intussen zijn vader en moeder Pluis naar de wedstrijd komen kijken.
Maar ze zetten hun auto precies voor de witte vlag. Alle hardlopers stoppen ineens, want ze zien geen vlag staan. Ze weten niet welke kant ze verder op moeten rennen, omdat de laatste witte vlag onzichtbaar is. Die is verstopt achter de auto. Als ze allemaal stilstaan en om zich heen kijken, komt Boris eraan. En hij haalt ze allemaal in. Hij hijgt en puft en is helemaal buiten adem. Maar Boris rent door tot over de eindstreep. Barbara zwaait met de vlag. Je hebt gewonnen, Boris, roept ze. Wat goed van je. Dan rijden vader en moeder Pluis met de auto verder om de winnaar te feliciteren. Als ze wegrijden, zien de anderen ineens de laatste witte vlag. Nu rennen ze weer zo hard als ze kunnen verder. Nijntje rent als eerste over de eindstreep. Maar ze is natuurlijk veel later dan Boris. Boris, hoe wist jij nou waar de eindstreep was? Vraagt Knorretje. Niemand van ons wist het. Nou, ik wist waar de witte vlag stond, omdat ik hem er zelf heb neergezet, zegt Boris. Maar Boris, zegt Barbara, dan heb je niet eerlijk gewonnen. Maar ik deed helemaal niet mee om te winnen, zegt Boris. Ik rende gewoon mee voor de lol. Nijntje is de echte winnaar. En nu juichen en klappen ze allemaal. Wat een leuke wedstrijd. Op een mooie zomerse dag is Nijntje met haar vader op het strand. Ze heeft in de zee gezwommen. En ze droogt zich af met een mooie blauwe handdoek. Nu wil ze in de zon zitten en haar boek lezen. Je moet voorzichtig zijn in de felle zon, zegt vader Pluis. Als je wilt lezen, kun je beter in de schaduw gaan zitten. Nijntje vindt een plekje in de schaduw naast een tent. Ze zit net lekker te lezen als de tent wordt afgebroken en meegenomen. Oh, denkt Nijntje. Nu moet ik een ander plekje in de schaduw zoeken. Wacht maar, ik weet wat, zegt vader Pluis. We hebben een parasol in onze auto. Ik zal hem halen. Hij zet de parasol in het zand. Nu zit Nijntje weer in de schaduw. Maar nadat ze een paar bladzijden gelezen heeft, klapt de parasol plotseling dicht. Vader Pluis probeert hem weer open te krijgen. Ik ben vergeten de parasol te repareren, Nijntje, zegt vader Pluis. Op dat moment schuift er een grote wolk voor de zon. Nijntje lacht. Het hele strand is nu in de schaduw. Maar al snel drijft de wolk weer weg en zit Nijntje weer in de felle zon. Er zit niets anders op dan onder haar mooie blauwe handdoek te gaan zitten. Maar het waait hard en de handdoek waait weg. Zegt Nijntje. Ze weet niet wat ze nu moet doen. Ja.
Langzaam gaat de zon onder. Nu is er geen probleem meer, vader, zegt Nijntje. Want het begint bijna donker te worden. Ja, zegt vader Pluis. De zon is nu weg, maar dat betekent ook dat het tijd is om naar huis te gaan. Nijntje vindt het jammer dat ze naar huis moeten. Maar ze moet toch lachen, omdat het zo moeilijk is om uit de zon te blijven op het strand. Ze stapt in de auto en op weg naar huis valt ze in slaap. En droomt ze over de prachtige gele zon. Nijntje en Nina lopen van school naar huis. Nina zegt: Nijntje, morgen is het de laatste schooldag voor de zomervakantie. Zullen we een cadeautje maken voor de juf? Wat een goed idee, zegt Nijntje. Ik vraag een bloempot aan mijn moeder en die ga ik dan heel mooi verven. Leuk, zegt Nina. Dan kan ik een paar mooie papieren bloemen maken om in de pot te zetten. Ja, zegt Nijntje. Dan is het een cadeau van ons samen. Nina en Nijntje gaan naar huis en doen wat ze hebben afgesproken. Nijntje verft een prachtig hart op haar bloempot. En Nina maakt een paar mooie papieren bloemen. De volgende dag lopen ze naar school. Ze hebben hun cadeaus mooi ingepakt. Als de les begint, zegt de juf: Lieve kinderen, vandaag is het de laatste schooldag voor de zomervakantie. Het is een speciale dag. Nijntje en Nina steken hun vinger op. Wij willen je graag een cadeautje geven, juf, zegt Nijntje. Nina en ik hebben speciaal voor jou iets gemaakt. Oh, wat lief van jullie, zegt de juf. Wat een leuke verrassing. Eerst geeft Nijntje haar cadeau. De juf pakt het voorzichtig uit. Wat een mooie bloempot, Nijntje. Heb je hem zelf geverfd? Dan komt Nina naar voren en geeft haar cadeau aan de juf. Als de juf het uitpakt, zegt ze: Wat lief. Mooie bloemen voor in een mooie bloempot. Ze is erg blij en bedankt Nina en Nijntje. Nu is het tijd om naar buiten te gaan en met z'n allen nog één keer op het schoolplein te spelen, zegt de juf. Iedereen vindt deze laatste schooldag een erg leuke dag. Nijntje en Nina spelen op de wip. En terwijl ze op en neer gaan, wijst Nina naar het raam van de klas. Daar staat een rij echte bloeiende plantjes in bloempotten. Op de laatste schooldag krijgt iedereen altijd een plantje mee naar huis om er in de vakantie voor te zorgen. En na de vakantie neemt iedereen ze weer mee terug naar school, zegt Nina. Ik ben benieuwd welke planten wij meekrijgen, zegt Nijntje. Als ze weer terug in de klas zijn, zegt de juf. En nu ga ik de plantjes voor de vakantie uitdelen. Ze geeft iedereen een pot met een plantje mee. Als Nina en Nijntje de school uitlopen, kijken ze nog even om. Ze zien dat de juf de pot van Nijntje met de papieren bloemen van Nina in het raamkozijn zet. Omdat onze bloemen niet echt zijn, kunnen die wel de hele zomer in de klas blijven, zegt Nijntje. Nu heeft iedereen mooie bloemen. Zelfs de klas.
Nijntje houdt van de zee. Ze vindt het leuk om te zeilen of om op het strand te zitten en naar de zee te kijken. Ze kan er met haar bal spelen, een zandkasteel bouwen en vliegeren. Op een zomerse dag vraagt moeder Pluis waar Nijntje graag zou willen picknicken. Bij de zee, antwoordt Nijntje. Wat een goed idee, zegt moeder Pluis. We gaan picknicken op het strand. We nemen een groot kleed mee voor op het zand en ook onze parasol, zodat we niet verbranden, zegt ze. Ja, zegt Nijntje. Ik hoop dat mijn vriendjes er ook zijn, zodat we met z'n allen kunnen spelen. Op de dag van de picknick is het zonnig en warm weer en de lucht is prachtig blauw. Nijntjes moeder maakt een lekkere salade met wortels en kool en groene en rode paprika. Dat ziet er lekker uit. Ze heeft ook vers peterselie en wortelsap gemaakt. Vader Pluis zegt: ik haal de auto, dan kunnen jullie alles erin zetten. Als ze aankomen op het strand, zien ze Boris en Barbara al staan. En kijk, tante Trein en Aagje zijn er ook. Boris en Barbara hebben een mand vol met verse bosbessen meegenomen. Tante Trein heeft een grote doos versgebakken koekjes en een chocoladecake bij zich. En ze zegt: zullen we allemaal samen picknicken? Wat een goed idee, zegt vader Pluis. We leggen eerst deze deken neer om al dat heerlijke eten op te zetten. En wat is het lekker? Ze eten alles op. Als ze klaar zijn, zegt tante Trein: zullen we samen een liedje zingen? Aagje speelt op haar accordeon en terwijl zij speelt, wordt het geluid van de golven steeds harder, zodat zij ook steeds harder moet gaan spelen. En terwijl iedereen aan het zingen is en Aagje op haar accordeon speelt, komt de zee steeds dichterbij. Eerst verdwijnt Nijntjes emmer in de golven en hij drijft weg. En dan, voordat iemand het doorheeft, is de zee al bij de handdoeken. O nee, roept moeder Pluis verschrikt. Alles wordt nat. Tante Trein haalt snel de handdoeken weg. Ik ben blij dat we al het eten al op hebben, zegt moeder Pluis. Iedereen moet lachen. Het was een hele lekkere picknick, zegt Nijntje. Zullen we nu gaan spelen? Waar is mijn schooltas, moeder? Vraagt Nijntje op een dag. Die ligt gewoon nog steeds waar je hem hebt neergelegd, Nijntje, zegt haar moeder. Maar ik heb overal gezocht, zegt Nijntje. Ik help je wel, zegt haar moeder. Zullen we eens in je kamer kijken? Geen wonder dat je je tas niet kunt vinden. Wat een troep is het hier. Je hebt al je kleren en je speelgoed op de grond laten slingeren. Als je vanmiddag uit school komt, gaan we eerst je kamer opruimen. Hier is je schooltas, Nijntje. Ondertussen is er bij Boris en Barbara ook iets aan de hand.
Boris roept: Barbara, waar is mijn hamer? Die ligt gewoon nog steeds waar je hem hebt neergelegd, Boris. Maar ik heb overal gezocht, zegt Boris. Ik help je wel zoeken, zegt Barbara. Als Barbara in de werkplaats van Boris kijkt, schrikt ze. Geen wonder dat je niets kunt vinden. Het is hier ook zo'n rommel. En dat is waar. Ik weet zeker dat je je hamer vindt als je je werkplaats opruimt, zegt Barbara. Vergeet je niet dat je hebt beloofd om nieuwe tafels te maken voor de school? Boris begint met opruimen. En al snel vindt hij zijn hamer. Hij neemt de hamer mee, samen met zijn zaag en twee doosjes met spijkers en schroeven. Dan pakt hij een paar planken. Alles ligt nu netjes in zijn karretje. Dus hij weet precies waar hij alles wat hij nodig heeft kan vinden. Boris gaat op weg naar de school. Als hij aankomt, zegt de juf: Iemand heeft twee tafels van ons geleend en ze niet teruggebracht. En nu kan niemand ze meer vinden. Ik help jullie graag, zegt Boris. Nijntje zegt tegen Boris: Ik kon mijn schooltas niet vinden vanmorgen, omdat mijn kamer niet opgeruimd was. Wat goed dat jij wel alles snel kunt vinden, Boris. Weet je, Nijntje, ik had hetzelfde probleem. Ik kon mijn hamer niet vinden vanmorgen, omdat het in mijn werkplaats zo'n troep was. Op dat moment komen Aagje en Willemijn binnen. Wij hebben vorige week tafels geleend. Dat is ook mooi, zegt de juf. Boris heeft net twee nieuwe tafels voor ons gemaakt, omdat jullie vergeten waren om ze terug te zetten. Boris kijkt naar Nijntje en geeft haar een knipoog. Zo zie je maar, Nijntje, hoe belangrijk het is om altijd alles weer netjes op zijn plaats te zetten. Nijntje vindt het fijn om uit het raam te kijken, om vogels te zien vliegen in de lucht en vlinders te zien vliegen bij de bloemen. Ik wou dat ik ook kon vliegen, zegt Nijntje. Zou ik eigenlijk ook kunnen vliegen? Misschien wel. Ik heb het nog nooit geprobeerd. Ik heb geen vleugels zoals een vogel of een vlinder, denkt ze. Maar misschien kan ik vliegen als ik met mijn armen fladder. Ze gaat naar buiten en ze rent zo snel als ze kan, terwijl ze met haar armen fladdert. Maar ze valt op de grond. Nijntje is erg verdrietig dat het niet lukt. Ze kijkt omhoog en ziet een mooie vlieger in de lucht. Aan het einde van het touw staat Knorretje. Nijntje rent naar Knorretje toe en zegt: Knorretje, zou het niet fijn zijn als ik vleugels van papier zou hebben en dat jij dan met mij kan vliegeren? Wat een leuk idee, zegt Knorretje. Knorretje en Nijntje rennen naar Nijntjes huis om papier te halen.
Nijntjes moeder moet lachen en vraagt aan Nijntje: waarom wil je vliegen? Konijntjes vliegen meestal niet. Maar het lijkt me zo fijn om te kunnen vliegen en zweven. Vogels en vlinders hebben zo'n geluk dat ze kunnen vliegen. Dat is waar. Maar jij hebt ook geluk dat je een konijntje bent. Moeder Pluis geeft Knorretje en Nijntje papier. Daar knippen ze 2 grote stukken uit en plakken deze op een paar latjes die ze aan elkaar gebonden hebben. Zo maken ze een grote vlieger. Dan gaan ze naar buiten om hem uit te proberen. Ze binden Nijntje vast aan de vlieger. En Knorretje begint aan het touw te trekken. Maar hoe hard ze ook trekt, de vlieger komt niet van de grond. Nijntje heeft er genoeg van en ze is erg teleurgesteld. Ze geeft op en gaat naar haar kamer. Dan heeft Knorretje een goed idee. Ze vraagt aan moeder Pluis of ze een paar grote kleurpotloden heeft. Natuurlijk, Knorretje, zegt moeder. En daarmee maakt Knorretje een grote tekening op de vlieger. En wat ziet Nijntje als ze weer naar buiten kijkt? Een vlieger die in de lucht danst. En op de vlieger ziet ze een tekening van zichzelf. Nou, Nijntje, zegt moeder Pluis. Ik wist niet dat je ook nog kon vliegen. En Nijntje moet lachen. Op een dag, als Nijntje wakker wordt, ziet ze dat haar beer ziek is. Zijn arm hangt nog maar aan 1 draadje. Oh nee, zegt Nijntje. Dat ziet er slecht uit, kleine beer. We gaan naar de dokter. Moeder, zijn er ook bierendokters? Vraagt ze. Nou, zegt moeder Pluis. De beste berendokter die ik ken, is Tante Trein. Meteen na het ontbijt wikkelt Nijntje haar zieke beer voorzichtig in een witte doek. Ze zet hem in het mandje van haar step en gaat naar Tante Trein. Ze rijdt zo snel als ze kan de heuvel op naar het huis van haar tante. Wil je alsjeblieft naar mijn beer kijken? Vraagt Nijntje. Volgens moeder ben je de beste berendokter die er is. Natuurlijk, zegt Tante Trein. Kom maar binnen, Nijntje, en laat me eens naar de patiënt kijken. Tante Trein legt Nijntjes beer op de tafel en haalt hem voorzichtig uit het doek. Zegt Tante Trein. Het is erger dan ik dacht. Kijk, er komt wat vulsel uit zijn lijf. Je bent net op tijd. Kan je hem helpen? Vraagt Nijntje bang. Ik denk het wel, zegt Tante Trein. Maar dan moet je beer wel een nachtje in mijn ziekenhuis blijven. Totdat ik zeker weet dat hij beter is. Nijntje vindt het niet leuk om haar beer te moeten missen. Ook al is het maar voor 1 nacht. Maar toch gaat ze alleen naar huis terug. Thuis is ze verdrietig. Ze kan bijna niet eten. Ik denk niet dat ik lekker kan slapen zonder mijn beer, zegt ze.
Arme Nijntje, zegt haar moeder. Weet je wat? Ik zal tante Trein bellen en haar vragen of je vanavond bij haar kan slapen, zodat je dicht bij je zieke beer bent. Ik heb Nijntjes beer al gemaakt. Dus als ze hier komt slapen, zal ik hem vannacht in haar bed leggen als verrassing, voor als ze 's ochtends wakker wordt. Vader brengt Nijntje met de auto naar tante Trein. Als Nijntje in slaap is gevallen, stopt tante Trein voorzichtig de beer bij Nijntje onder de deken. En als Nijntje 's ochtends wakker wordt, ziet ze meteen dat haar beer weer beter is. O, tante Trein, het is echt waar, roept ze. Jij bent echt de beste berendokter die er bestaat. Dank je wel, lieve Nijn, zegt tante Trein trots. Nijntje is heel blij dat haar beer weer beter is. Op een dag spelen Nijntje en haar vriendjes met de bal. Wie kan de bal het hoogst gooien? Zegt Nijntje. En ze gooit de bal omhoog. Dan is Nina aan de beurt. En zij gooit de bal nog hoger. Aagje probeert het ook. Maar de bal komt niet zo hoog. Daar komt Betje Big aan. Dag, zegt Betje. Ik kan ook heel goed met een bal gooien. Mag ik het eens proberen? Dat is goed, zeggen ze. Maar Aagje zegt, ik denk echt niet dat je nog hoger kan gooien. Betje gooit de bal. De bal gaat omhoog, maar komt niet meer naar beneden. Wat is er gebeurd? Zegt Betje. Zagen jullie hoe hoog ik de bal gooide? Waar is hij nou gebleven? De meisjes moeten lachen. De bal zit in de boom, zegt Nina. Je hebt de bal zo hoog gegooid dat hij nu in de boom vastzit. Gelukkig blaast de wind de bal uit de boom. En nu eens zien hoe ver ik de bal deze keer kan gooien. Maar de bal waait weg en komt midden in de vijver terecht. Oh nee, zegt Betje. Ik heb jullie bal in het water gegooid en ik kan niet zwemmen. Maar juist op dat moment komt vader Pluis voorbij. Maak je geen zorgen, zegt hij. Ik zal de bal uit het water halen en dan gaan we eens kijken wie de bal het verst kan schoppen. Vader Pluis stapt in een boot, roeit naar het midden van de vijver en haalt de bal uit het water. Laten we eens kijken hoe ver jij de bal kunt schoppen. Daarna probeert Nina het. Prima, zegt vader Pluis. Dat was heel goed. Nu is Nijntje aan de beurt. En nu, zegt vader Pluis, zal ik eens laten zien hoe je een bal echt ver kan schoppen.
Betje is blij dat zij de bal niet hoeft te schoppen. Maar ze kijkt naar vader Pluis om te zien hoe hij het doet. De bal vliegt recht op het huis van Nijntje af. Het eten is klaar, roept moeder Pluis. Aagje, Nina, Betje en Nijntje schrikken. En vader Pluis kijkt ook geschrokken, want hij is bang dat moeder Pluis boos op hem is. Maar moeder Pluis lacht en zegt: de bal is in ieder geval op tijd voor het eten. Laten we nu eens kijken wie van jullie het snelst binnen is. Het is een mooie dag. De zon schijnt, de vogels zingen en de bloemetjes bloeien. Nijntje denkt: dit wordt vast een leuke dag. Moeder, zegt Nijntje, het is zo'n mooie dag. Mag ik bij Betje Pich op bezoek? Goed, Nijntje, maar het is nogal ver en je step is kapot. Je zult moeten lopen. Het is inderdaad een eind lopen. En Nijntje is blij als ze eindelijk bij het huis van Betje aankomt. Ze weet dat Betje altijd lekkere koekjes in huis heeft. Als ze op de deur klopt, kan ze de koekjes al bijna ruiken. Maar er komt geen antwoord. Nijntje kijkt omhoog en ziet een briefje op de deur hangen. Ze leest het briefje. Ik ben op bezoek bij mijn nichtje en volgende week terug, staat erop. Jammer, denkt Nijntje. Wat zal ik dan eens gaan doen op deze mooie dag? Ze loopt het hele stuk weer terug naar huis. Ik denk dat ik Nina ga opbellen, zegt ze. Nijntje loopt naar de telefoon en draait Nina's nummer. Nina's moeder neemt op. Mag Nina komen spelen? Vraagt Nijntje. Oh, het spijt me, Nijntje, zegt Nina's moeder. Maar Nina ligt in bed. Ze is verkouden en kan niet naar buiten vandaag. Wat jammer, zegt Nijntje. Ik weet het, denkt ze. Ik pak mijn bal en ga met Snuffy spelen. Nijntje loopt naar haar kast en pakt haar gekleurde bal. Snuffy vindt het heerlijk om met deze bal te spelen. Ze rent zo snel mogelijk naar Snuffy. We gaan fijn samen spelen, denkt ze. Maar als Nijntje aankomt, ligt Snuffy naast haar lege eetbakje te slapen. Nijntje kan wel zien dat Snuffy net gegeten heeft. Ze stuitert haar bal op en neer en op en neer. Maar Snuffy doet alleen maar één oog een beetje open en weer dicht. En ze blijft slapen. Nijntje gaat weer naar huis. Nu heeft ze nog steeds niemand om mee te spelen op deze mooie dag. Dan moet ik maar alleen spelen, denkt ze. Maar dat kan ook leuk zijn. Ik ga lekker fijn vliegeren. Ze pakt haar mooie vlieger met de lange staart. Ze houdt het touw stevig vast en rent over het gras. Ze rent en rent, maar de vlieger sleept over de grond. Er is geen wind. Er is helemaal geen wind. En dus kan de vlieger niet vliegen. Nijntje stopt. Deze dag leek zo mooi, denkt ze. Maar alles gaat mis. Ik ga maar naar huis. Thuis pakt Nijntje een van haar lievelingsboeken van de plank. Dit kan nooit misgaan, zegt ze. Een leuk boek lezen. Nijntje moet lachen om het grappige verhaal. Wat leuk, denkt ze. Zo is het toch nog een mooie dag geworden.
Als Nijntje langs het huis van Betje Big komt, blijft ze altijd even staan om te kijken naar de mooie appelboom in de voortuin. In de herfst lijken de blaadjes wel van goud. In de winter zijn er geen blaadjes. In de lente zit de boom vol met witte bloesem. En in de zomer hangen er kleine groene appels in de boom. Betje, zegt Nijntje op een mooie dag, mag ik een appeltje van je boom hebben? Dat kan niet, Nijntje, zegt Betje. Ze zijn nog niet rijp. Ze zijn te klein, te groen en te hard. Je moet nog even wachten. Als Nijntje weer eens langs het huis van Betje loopt, ziet ze dat de appels groter zijn geworden en dat ze nu half rood en half groen zijn. Mag ik nu een appel proeven, Betje? Vraagt Nijntje. Nog even wachten, Nijntje, zegt Betje. Pas als ze helemaal rood zijn, kan je ze eten. Nijntje heeft zo'n zin dat ze bijna niet kan wachten. Ze wil zo graag een appeltje proeven. Op een dag zijn alle appels groot genoeg en mooi rood. Maar Betje weet dat vogels ook van appels houden. En ze denkt, ik moet die appels plukken voordat de vogels ze opeten. Diezelfde dag gaat Nijntje meteen uit school naar Betjes huis. Ze hoopt dat de appels van Betje nu eindelijk rijp zijn. Ze wordt helemaal vrolijk als ze eraan denkt hoe lekker zo'n appel zal smaken. En ze kan bijna niet wachten tot ze bij Betje is. Maar kijk, er hangen geen appels meer in de boom. Alle mooie appels zijn verdwenen. Nijntje rent naar de deur en klopt aan. Maar Betje is niet thuis. Wie heeft nou alle appels meegenomen? Vraagt Nijntje zich af. Ze kijkt door het keukenraam. Er liggen ook geen appels op tafel. Daar komt Betje al aan. Betje, roept Nijntje. Iemand heeft alle appels uit je boom geplukt. Nu kan ik er geen één proeven. Betje zegt, ik was even wat verse melk kopen. Heb je zin in een glas melk? Graag, Betje, zegt Nijntje. Maar de appels dan? Misschien heb ik wel een verrassing voor je, Nijntje. Samen gaan ze naar binnen. Als de deur open gaat, ruikt Nijntje iets heel erg lekkers. Het ruikt naar vers gebakken taart. Wil je misschien een groot stuk appeltaart bij je melk? Vraagt Betje. Ze doet de oven open en haalt er een grote taart uit. Het is een appeltaart. Ze zet de taart op tafel. Wat ziet hij er mooi uit en wat ruikt hij lekker? Nu snapt Nijntje waar de appels zijn gebleven. En eindelijk kan ze die mooie, grote, heerlijke rode appels proeven. Nijntje, Nina en Knorretje zijn door Boris en Barbara Beer uitgenodigd voor een picknick in het bos. De drie vriendinnen lopen snel naar het huis van Boris en Barbara. Ze hebben honger. Als ze aankomen zien ze Boris. Hij maakt van grote stenen een kring op de grond. Barbara is al bezig met het eten. Dag Nijntje, dag Knorretje, dag Nina, roept ze. Ik doe groenten uit onze tuin in deze ketel. We gaan een lekkere groentesoep maken. Dag Nijntje, dag Knorretje, dag Nina, roept Boris.
Ik ga de soep koken op een vuur en jullie mogen me helpen. Nina, wil jij wat kleine takjes zoeken waarmee ik het vuur kan aanmaken? Knorretje, wil jij alsjeblieft wat houtblokken pakken van de stapel achter het huis? Daarmee zal het vuur groot genoeg worden voor de ketel om te koken. En Barbara zegt... Nijntje, wil jij mij alsjeblieft helpen met het snijden van de wortels en de kool voor in de soep? Zo heeft iedereen iets te doen. Dat is leuk. Ze krijgen ook steeds meer honger. Maar als alles klaar is, zien ze dat ze iets heel belangrijks zijn vergeten. We zijn het water vergeten om de groenten in te koken, zegt Barbara. Nijntje en Barbara gaan binnen water halen. Als ze de ketel hebben gevuld, dragen ze hem weer naar buiten. Ze zetten de grote ketel met het water en de groenten boven op het vuur. Al snel komt er een heerlijke geur uit de ketel. Als de soep kookt, horen ze borrelende geluidjes. Het lijkt wel muziek, roept Nijntje. Kom, zegt Barbara. Ik zal de maat slaan. En ze begint met een houten lepel tegen de ketel te tikken. Dat klinkt goed. Nina stampt met haar voeten op de maat mee. En Knorretje pakt twee stokjes en tikt ze tegen elkaar. Ik ga mijn banjo halen, roept Boris. En hij rent naar binnen. Terwijl Boris op zijn banjo speelt, is Nijntje aan het dansen. En loopt iedereen achter elkaar in een rondje om de soep. Stampend, tikkend en dansend op de maat van de muziek. Het lijkt wel een optocht van een echt soeporkest. Als ze drie rondjes om de ketel hebben gelopen, is de soep klaar. Van de muziek en het dansen zijn ze erg vrolijk, maar ook heel erg hongerig geworden. En als Barbara eindelijk de kommetjes en de lepels uitdeelt, smullen ze van de heerlijke soep. Dat is pas lekker. Echte muzieksoep. Nijntje en Aagje zijn in de speeltuin. Ze zijn samen aan het wipwappen. Ze lachen en gaan op en neer, op en neer. Daar komt Snuffy de speeltuin in rennen. Ze kwispelt met haar staart en blaft vrolijk. Kijk, Nijntje, zegt Aagje. Snuffy wil ook op de wip. Nee, Snuffy, zegt Nijntje. De wip is niet voor hondjes. Straks val jij nog af. Maar je mag er wel omheen rennen. Nijntje en Aagje zijn uitgespeeld op de wip en ze lopen naar de draaimolen. Ze zetten af met hun voeten en de draaimolen draait rondjes. Sneller en sneller. Snuffy rent eromheen. Rond en rond. En ze kwispelt en blaft vrolijk. Kijk, Nijntje, zegt Aagje terwijl ze rondjes draaien. Snuffy wil ook op de draaimolen. Nee, Snuffy,
zegt Nijntje. De draaimolen is wel leuk voor ons, maar jij zou er afvallen en jezelf pijn doen. De draaimolen is niet voor hondjes, maar je mag er wel omheen rennen. Dan gaat de draaimolen langzamer. Nijntje en Aagje zijn er een beetje duizelig van. Snuffy wil nog steeds spelen. Ze klimt bijna helemaal naar boven op de glijbaan, maar ze kan zich niet vasthouden aan de trap en valt op de grond. Oh, zegt Nijntje, heb je je pijn gedaan, Snuffy? Een glijbaan is niet voor hondjes. Je moet echt heel voorzichtig zijn in een speeltuin. Kom, we gaan even zitten, zegt Aagje. Ze gaan zitten op een bankje en eten de koekjes op die ze van hun moeder hebben meegekregen. Hier, Snuffy, een lekker koekje, zegt Nijntje. Hondjes kunnen wel koekjes eten. Nijntje en Aagje lachen. Ze willen niet dat Snuffy verdrietig is omdat ze niet mee kan spelen. Wacht hier maar, Snuffy. Dan gaan Aagje en ik op de glijbaan. Nijntje klimt naar boven en glijdt lachend weer naar beneden. Dan klimt Aagje naar boven en glijdt ook naar beneden. Ze moet ook lachen. En terwijl ze lachen, klimt Snuffy ook naar boven op de glijbaan, zonder te vallen. Nee, Snuffy, roept Nijntje. Pas op, Snuffy, de glijbaan is niet voor hondjes. Maar Snuffy gaat bovenaan de glijbaan zitten en glijdt keurig naar beneden. Ze landt zachtjes op het zand onderaan de glijbaan. Hoera, roept Aagje. Hoera, roept Nijntje. Wat ben jij toch een knap hondje, Snuffy. Het is een mooie winterdag. Nijntje ligt te slapen in haar warme bed als de zon opkomt. Nijntje wordt wakker van het geluid van een fluitende vogel vlak bij haar raam. Wat zingt die vogel mooi, denkt Nijntje. Ze is vast zo vrolijk omdat er sneeuw ligt. Ik wil ook naar buiten toe. Nijntje trekt snel haar warme jas aan, doet haar sjaal om en gaat naar buiten om in de verse witte sneeuw te spelen. De vogel zit nog steeds in Nijntjes tuin. Wat een vrolijke vogel, denkt Nijntje weer. Ze pakt haar slee. Geeft de slee een duwtje en springt erop. Ze vindt het heerlijk om over de verse witte sneeuw te sleeën. Nijntje hoort de vogel nog steeds even hard fluiten. En als ze achterom kijkt, ziet ze dat de vogel achter haar aanhopt. Die vogel houdt ook van de sneeuw, denkt Nijntje. Ze hopt steeds met me mee. Maar nu moet Nijntje naar binnen om te ontbijten. Ze draait haar slee om en trekt hem mee. Maar als ze dat doet, draait de vogel ook om en hopt weer achter haar aan. Die vogel vindt mij leuk, denkt Nijntje. Ze hopt steeds achter me aan en fluit liedjes voor mij. Dan roept Nijntjes moeder. Opschieten, Nijntje. Je hebt geen tijd om lang te spelen. Je moet naar school. Kom gauw eten. Als Nijntje haar ontbijt op heeft, is de vogel er nog steeds. Ze zit op de vensterbank. En als Nijntje naar school toe loopt, vliegt de vogel met haar mee. Helemaal naar school. Wil je ook naar school, vogeltje? Vraagt Nijntje. Je kan al heel mooi zingen.
Nijntje vindt het grappig dat de vogel bij haar blijft en steeds blijft fluiten. Zelfs als ze in de klas zit, ziet ze de vogel buiten bij het raam zitten. In de pauze gaan alle kinderen buiten in de sneeuw spelen. En ze vinden het allemaal leuk om het vogeltje in de sneeuw te zien hoppen. Nina zegt: "Volgens mij wil het vogeltje ons iets vertellen, Nijntje." "Ja," zegt Nijntje. "Ze volgt me al de hele dag en blijft maar fluiten." "Misschien heeft ze wel honger," zegt Nina. "Oh," zegt Nijntje. "Daar heb ik helemaal niet aan gedacht." Door de sneeuw is er buiten niets meer te eten voor de vogels. Nijntje voelt zich rot. "Dat is dom," zegt ze. "Ik had moeten weten dat de vogel honger heeft." Ze rent naar binnen en pakt het broodzakje met haar middageten. Ze haalt er een boterham uit en legt wat kruimeltjes bovenop de sneeuw. Het vogeltje gaat er meteen op af en eet alle kruimels op. Dan fladdert ze met haar vleugels en vliegt ze weg. De volgende ochtend als Nijntje wakker wordt, is de vogel er weer. Maar nu weet Nijntje precies wat ze moet doen.